Sri-senatendarum Paramaribo, SSDP, heeft gisteren vanuit de Sri Radha Mandir aan de commissaris Robbelsweg een Diwali-optocht gehouden door het resort Blauwgrond. Diwali, ook bekend als het lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid. Diwali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wordt namelijk altijd geassocieerd met succes en hoop. Daarom wordt tijdens het feest dan ook door het huis en op erven lichtjes aangestoken. De olielampjes zijn traditioneel een van kleigebakken lamp of dia met katoen, watten, lonje en geklaarde boter of ghee. Op het onafhankelijkheidsplein is de Suriname dia aangestoken. En in verschillende andere buurten en resorten zijn er ook Diwali-optochten georganiseerd. Namens ATV wensen wij de gehele gemeenschap een soep Diwali toe.